Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Voetbal Rotterdam TV. En vandaag hebben we het onderdeel Latje Trap. En ik zei het vorige week ook al, we naderen de finale, de meimaand, finale maand. En dan stijgt de spanning toch enigszins. En dan gaan we toch weer een beetje, hè, we hebben Binnissen gehad. Je heeft allemaal kunnen zien hoe dat afliep. Met overigens een aantal Zuidlanders in de selectie, maar die deden overigens niet mee. Dat is dan wel weer. Maar we zijn bij Zuidland, VV Zuidland. Ik verklap het al een beetje. En ik vraag even de man om zich voor te stellen. Ik ben Gerben Polstein, keeper bij Zuidland, eerste jaar. En ja, dat was het eigenlijk. Ja, een keeper die, nou ja, goed, die heeft over het algemeen, ik weet niet of u vorig jaar Marvin Fontina heeft gezien. Die hebben een mooie trap en die nemen meestal ook zelf de achterballen. Ja. Dus dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Ik ga er wel een beetje vanuit, ja. Je neemt zelf de achterballen? Ja, absoluut. Ja. Mensen, ik voel een sensatie aankomen. Nummer 2. Ja, ik ben Ramon van der Bie. Ik ben een spits van Zuidland. Afgelopen zaterdag kreeg ze niet zo goed in, maar normaal gesproken dan lukt het wel. Maar afgelopen zaterdag mocht het niet water. We zouden het kort houden, maar nee. Wat is er dan al? Ja, een beetje crisis. Hè. We hebben eerst seizoen zelf alles gewonnen. En twee gelijk gespeeld. En na de winterstop goed begonnen en daarna wat minder. Kampioensstress? Dus, ja, een beetje wel. Ik denk dat we toch wel weer even moeten bikkelen in plaats van verliezen, zeg maar. Dus we moeten even de beuk erin gooien. Okay, nou, we gaan nu, want normaal gesproken gaan jullie naar Turkije volgens mij op trainingskamp. Dus je kan nu een extra trainingskamp winnen voor de voorbereiding bijvoorbeeld. Naar een prachtige locatie in Nederland. Ja, ik ga toch vragen. Kleine voorspelling. Bij elkaar? Of ik alleen? Allebei. Ik denk dat we wel 4 kunnen komen. Ja. En hoeveel van jezelf? 3. Ja. Je hoeft er maar 1 te maken. Ja, dat is zo. Ik denk dat het wel gaat lukken, denk ik. Okay, nou, we gaan het zien. Wie van jullie gaat beginnen? Ik ga wel beginnen. Ramon gaat beginnen. Ramon namens Zuidland gaat proberen ze richting de finale te schieten. Nou, waar hebben ze 4 punten nodig? Ja, er zijn er meer die met 2-0 begonnen. En dan moet hij nou toch raken. Maar ja, goed, het is al gezegd. Hij hoeft er maar 1 op te schieten. En dat is hem. En nummer 2 dan ook gelijk. Het maakt het wat makkelijker voor Gerben. We hebben linkspoot Gerben namens Zuidland. Hij moet er minimaal 2 op schieten. Willen ze meedoen? Of uiteraard vanuit de middencirkel. Nou, het eerste schot te zien, zal dat het gaan worden? Ik denk dat hij er nu al mee begonnen is. Een kleine aanwijzing van... Zo! Nou, die zien we niet meer terug. Ja, dat is een duidelijke man voor de middencirkel. We gaan het daar vandaan zien. Wat u niet heeft gezien, en we hadden helaas de camera niet aanstaan. We hadden het publiek in extase, want wat gebeurt er? Wij vragen altijd eventjes, wil je oefenen voor de afstand? En dat wilde Ramon. En wat doet Ramon bij de eerste schot? Nou, ik raak de lat, zeg maar. Zeg maar, gewoon vol midden erop. Nou, boven de lat. Goede repetities, hè. Ongeveer 12 man publiek. U ziet ze erachter staan, volledig in extase. Die zagen zichzelf al in de finale. Maar hij telde niet. Dus... Maar het was nog voor spek en bonen. Dus, dus nu maar? Nu het echte werk. Hè? Nou, laat maar zien dan. Oké. Okay. Hey, dat filmpje net zo lang dat hij erop gaat, hè? Hoi. Nino, hij schiet hem er gewoon nog een keer op. Ja. Ja. Ja, het was echt een schitterende eerste trap die hij had toen de camera niet aanstond. En hij gaat nu laten zien hoe hij dat ook alweer deed. Nou, niet zo, dus ja, dat zal je altijd zien. En dan de man die in de voorbereiding de bal richting de cornervlag schoot. En dat gewoon weer doet. Dat is wel heel bijzonder dit. Nou, dan hoop ik dat dit wat wordt, want het is Zuidland gerund. Gaat het hem dan worden? Oh! Mannen, kom erbij. Er was nog een kleine stemverheffing van mijn zijde. Dat was niet naar aanleiding van je eerste bal, maar naar aanleiding van die tweede. Maar ja, dit is wel zuur, hè? Ja, het viel een beetje tegen. Ja. Hij zegt gewoon 1 en dan schiet er 2 op. Sterker nog, ja, we hebben hem echt niet op bal. Ik vind het zo zonde, maar ja, jij had de 3 voorspeld. Ja, klopt. Ja. Iets te grote mond, hè. Dus, dus dat wordt straks afgestraft, neem ik aan, op de train? Ja, we gaan wel een paar keer proberen te scoren bij hem. Ja, ik zit er een beetje mee met die... Ja, dat is zonde. Ja. Nee, echt zonde.
Nee, dan moet het zaterdag maar gebeuren, mannen. Want ja, die voorsprong, het is nog 2 puntjes. Ja, 2 puntjes. Dus is genoeg, hoop ik. We gaan het zien in de tweede klasse D. Daar strijden zij met Briele en op het Vinkertouw Rokanje. Om de plaatsen voor het kampioenschap. Hè. Helaas doen zij niet mee voor de finale van het latje trappen. Wie dat wel doen, blijf even kijken in de komende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS.